En het comité slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld is op woensdag 18 januari gestart met een campagne om 10.000 handtekeningen te verzamelen. De bedoeling van de actie is om de wet slachtoffers van politiek geweld te ondersteunen. Tijdens een persconferentie afgelopen woensdag in de vergaderzaal van de Nationale Assemblée heeft het comité onder leiding van Humphrey Yeru de wettekst overhandigd aan DNA-voorzitter Jennifer Simons. Hij haalde enkele punten aan die opgenomen zijn in de wettekst. De formele erkenning van de overheid, door de overheid, de staat, van het begrip politiek geweld en van de slachtoffers van politiek geweld. Het instellen van een dag van nationale rouw. Het laten verrichten van onderzoek naar politiek geweld, waarbij ook de materiële en immateriële schade in beeld wordt gebracht. Het treffen van voorzieningen voor traumabegeleiding. Het treffen van een regeling voor schadevergoeding aan slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld middels een fonds voor slachtoffers van politiek geweld. Het omnemen van de ervaring met politiek geweld in het onderwijs, waarbij er ruimte moet zijn om alle visies op de gebeurtenissen een plek te geven. Het comité wil verder dat er een onderzoek gedaan wordt naar vermiste personen tijdens de Binnenlandse Oorlog. Dat de regering namens alle voorgaande regeringen formeel haar verontschuldigingen aanbiedt voor het feit dat zij niet in staat zijn geweest om het Surinaamse volk te behoeden van politiek geweld. Zo'n campagne is nooit eerder gevoerd in Suriname. Het comité gaat er echter vanuit dat er voldoende draagvlak is om de 10.000 handtekeningen te verzamelen. Yeru vindt dat het tijd is dat het leed van de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog erkend wordt. Hij legt uit hoe de campagne uitgevoerd zal worden. Er zijn formulieren gemaakt met de titel Ik ondersteun de wet slachtoffer politiek geweld. Met ruimte voor 25 handtekeningen. Op het formulier is er ruimte opgenomen voor een nummer van het formulier. Ik ben de coördinator van de actie. Ik ken de nummers toe en houd bij wie welke nummers heeft en wie wanneer formulieren heeft ingeleverd. Daardoor weet ik op ieder moment hoeveel handtekeningen zijn verzameld. Het comité zal iedere week aangeven hoe ver ze met de campagne is. Elke week zal Sandeel Hira op basis van een resultaatmeter bij zijn kolom vermelden wat het succespercentage is. Dus hoe ver we van ons doel van 10.000 handtekeningen zijn. We hebben ruim 5 maanden de tijd. Alus Humphrey Yeru, voorzitter van het comité slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. Afgelopen woensdag is een campagne gestart om 10.000 handtekeningen te verzamelen ter ondersteuning van de wet politiek geweld.